Ik spreek met Anna Calet, onderzoekster en leraaropleider bij het lectoraat beroepsonderwijs hier van de Hogeschool Utrecht. En Anna die heeft in 2014 een proefschrift geschreven, Innovations in Hand-on Simulations for Competence Development. Anna, dit is een mooi proefschrift. Kun je ons heel kort vertellen, wat is nou de belangrijkste boodschap die docenten in het HBO uit jouw proefschrift kunnen halen? Ik heb dus mijn onderzoek gaat over het leren in praktijksimulaties, dan even het Nederlandse woord daarvoor. En ik heb gekeken wat of competenties ontwikkeld kunnen worden in praktijksimulaties en wat daarvoor nodig is. Ja. En wat zijn daarvoor krachtige leeromgevingen of kenmerken van krachtige leeromgevingen voor nodig. En toen kwam ik er wel achter dat het succes van zo'n praktijksimulatie wel erg afhangt van het leerdoel wat je wil bereiken. Want met zo'n simulatie kan je van alles, kan je verschillende soorten leeruitkomsten ontwikkelen. Ja. En op het moment dat je competenties wil ontwikkelen, dus meer een algemene vaardigheid, dan zul je de leeromgeving op een andere manier moeten inzetten dan als je echt technische vaardigheden en instrumentele vaardigheden wil ontwikkelen. Ja. En er is nu best wel een hele grote trend om die praktijksimulaties in te zetten, want dat is flashy, studenten zijn gemotiveerd en vinden dat leuk en zijn ook altijd echt bezig. Maar het leerrendement hangt toch echt wel af van wat voor een leerproces je uiteindelijk wil stimuleren. En wat je dus als docent voor acties onderneemt. Okay. Kun je een concreet voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken bij zo'n simulatie van een praktijksituatie? Je kan het echt in alle domeinen heb je dat. Ik heb zelf onderzocht in het groene onderwijs. Ja. Want ik ben een proefschrift bij Wageningen Universiteit gedaan. En daar heb je bijvoorbeeld technisch onderwijs, waar studenten aan een tractor werken, een motor of een pneumatisch systeem, een motor moeten repareren. En dan is er een niet echte tractor tot een hele echte realistische tractor, waar dan die problemen in gerepareerd worden, maar wel met echte materialen waar studenten bezig zijn om de beroepstaak, het maken van die motor of het repareren van dat ene probleem op te lossen, om uit te voeren. Okay. Dus echt een replica van de leeromgeving. Ja. Okay. En ik kan me ook goed voorstellen wat voor meer instrumentele competentie hierbij hoort. Ja. En wat maakt nou dat zo'n simulatieomgeving succesvol is? Of wat moet je misschien juist niet doen als docent om die competenties te bereiken? Voor de instrumentele, dat zijn dan dus de specifieke vaardigheden waarvan ook wel bewezen is dat het heel erg goed is om als docent tijdens de uitvoering feedback te geven en tijdens stopzetten tijdens de simulatie en terugkijken wat deed je nu verkeerd en hoe kan je dat beter doen. En dan meteen weer verder gaan. Dus echt van het moment gebruik maken en van de mogelijkheid om het te kunnen stopzetten en verder te gaan en herhalen. Nee, dat kan niet in het echte leven niet, want dan kost het geld, kost materiaal en dit is echt ingericht om te leren. Maar dat is meer voor de instrumentele en dat is ook wel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar als je het over competenties hebt, dan heb je het meer over bijvoorbeeld leiding geven, beslissingen nemen op het juiste moment, je activiteiten plannen, met elkaar samenwerken en dat coördineren. Ja. Ja, omdat je dus een hele beroepstaak uitoefent, komt dus niet alleen maar dat doe ik dat precies goed, maar ook hoe doen we dat samen en over een lange tijd dat organiseren. En daarvan was nog niet onderzocht of dat in simulaties in het beroepsonderwijs ook een leeromgeving is om dat uit te kunnen leren. Ja. En heb ik wel bewijs dat dat kan werken, maar daar moet je dus heel voorzichtig voor zijn als je dat op deze manier inzet. Ja. Ja, want ik zie inderdaad dat de resultaten in je proefschrift, dat je daar heel veel nuances op aanbrengt. Ja. Je hebt bijvoorbeeld vanuit twee perspectieven gekeken, de authenticiteit van de leeromgeving en naar vrijheid, of hoe noem je het, zelfregulerend leren, dat aspect, eigenaarschap over je lerenproces. Ja. Wat kun je nou over die twee perspectieven zeggen? Wat hebben die voor invloed? Hoe beïnvloeden die het bereiken van die competenties? Ja, het is de authenticiteit en zelfregulatie zijn eigenlijk twee belangrijke kenmerken van krachtige leeromgevingen in het beroepsonderwijs. En die zouden dus inderdaad tot een meer competentieontwikkeling moeten werken.
En nou, bij authenticiteit is eigenlijk een beetje het realiteitsgehalte van zo'n leeromgeving. Lijkt dat heel erg op de beroepsomgeving of niet zo erg? En al hoe authentieker, hoe authentieker. En nou, het blijkt toch wel dat als die studenten die leeromgeving heel authentiek ervaren, yeah. dat wel tot competentieontwikkeling kan leiden. Yeah. Het enige probleem is dat wat de studenten ervaren, dat heel erg kan verschillen van wat de docenten vinden. En wat docenten en ontwikkelaars vinden aan wat authentiek is. Oké, dus een docent of ontwikkelaar die kan denken iets is ontzettend authentiek. Ja. En die student die denkt dat helemaal niet. Ja, en daar zitten dus discrepanties in. En nou, aangezien dus die student zo belangrijk is in wat er geleerd wordt en welke competenties er geleerd wordt, is het natuurlijk wel heel belangrijk dat die studenten daar mee worden genomen of dat die authenticiteit van hun wordt erkend. En op het moment dat dat niet gebeurt, zullen mensen zich wel om verbazen, maar kan je er vaak naast zitten. Ja, ja. Want het gebeurt dus ook wel vaak dat docenten iets heel echt vinden en dat de studenten dat echt totaal niet echt vinden. Okay. En dat is ook wel in andere, bijvoorbeeld medisch onderwijs komt er ook steeds meer onderzoek naar. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld met een pop aan het werk bent en dat lijkt heel authentiek, maar die student die heeft gewoon door, dit is een pop, dit is toch niet echt wat ik aan het doen. Ja, wat is toch niet echt. En dat heeft ook dan weer invloed op hoe serieus ze zijn met de taak. Want je hebt twee dingen die belangrijk zijn aan simulaties. Dat is aan echtheid, dat is de omgeving, dus die pop, maar ook hoe ze met de taak omgaan. Dus doe je ook echt het badderen volgens van die pop, volgens de stappen die je zou moeten doen. En dat, als die omgeving nep is, dan zullen ze daar dus ook minder motivatie en minder serieus met die taak omgaan. En dat heeft allemaal invloed op de competentieontwikkeling. Ja. En nu zeg jij, het is dus belangrijk dat je als docent ook je studenten meeneemt in die authenticiteitsbeleving. Ja. Heb je daar goede voorbeelden van gezien? Hoe zou je dat nou kunnen doen? Want dat klinkt heel makkelijk, maar om het nou in de praktijk handen en voeten te geven, dat kan nog best lastig zijn. Ja, dat is ook best wel, het is ook best wel lastig. En ik moet zeggen, nou, ik wil daar echt heel graag nog verder onderzoek naar doen. Ja. Omdat het best wel af en toe een beetje bij mensen stof doet opwaaien. Omdat eigenlijk best wel heel veel mensen denken, nou ja, als het zo echt mogelijk is, dan zal dat wel tot meer leren leiden. Hier is iets aan de hand. Er is iets aan de hand, maar je moet daar nog de vinger op leggen. Ja. En de vraag is ook wel van in hoeverre wat mensen en ik me ook af... vraag is van hoe ver moet je meegaan met wat studenten dan vinden. Want je kan als eerste oplossing bedenken van nou, als we gaan ontwerpen, dan maken we van de leeromgeving, dan gaan we co-creatie doen. Dan gaan we dus samen met de studenten die leeromgeving vormgeven, die simulatie vormgeven. En ik denk dat daar dus wel een bepaalde grens aan is, want je wil ze toch wel confronteren met realistische problemen. En, maar je moet toch zorgen dat ze ervan leren. Dus ik denk zelf dat je tijdens de uitvoering van zo'n simulatie en voordat je begint, dus ten eerste met co-creatie kan werken, maar dus niet te veel samen doen. Ja. Maar dat je ook kan meer kan benadrukken dat een simulatie een alsof situatie is. En dus niet te veel nadruk leggen op dat die simulatie wel of niet echt is. En meteen uit de weg werken wat ze nou wel en niet realistisch vinden. En dan zorgen dat we serieus met de taak bezig gaan. Zodat de irritaties over, nou, deze pop is toch niet echt, of dit vinden we niet realistisch, dat je dat uit de weg werkt in het gesprek voordat je begint of tijdens de simulatie. En dat je dan meer met die taak bezig kan zijn en die omgeving een beetje, nou ja, op de achtergrond doet laten. En nou, daar wil ik mee over te weten komen ook wel. Maar, nou, heel concreet kan het zo niet zijn. Dat is leuk. Ja. Hey, nu hebben we het over authenticiteit gehad. En het tweede perspectief was dat eigenaarschap van studenten op hun leerproces. Ja. Wat valt daar nou vanuit dat perspectief te zeggen? Nou ja, wat we dus denken, als er dus meer zelfregulatie is, dat er dan meer in de leeromgeving, dat er dan meer competenties ontwikkeld kunnen worden. Ja. En daar zou ook dus afname moeten zijn. In het begin kan je meer sterker sturen en daarna aan het einde minder. Ik heb ook expres wel simulaties genomen die langer duren. Dus niet een uur of twee uur, maar echt dagen duren. Ja. Sommige weken. Maar wat ik daarin zie is dat die leeromgevingen toch niet erg... de simulaties niet erg leeromgeving zijn waarin mensen of studenten en docenten bezig zijn met zelfsturing. En bedoel je met bezig zijn dat ze er bewust mee bezig zijn? Of dat niet bewust, maar ook ik heb een observatiestudie gedaan.
ook niet bewust, maar ook niet de acties die er zouden toe moeten leiden. Ja. Zetten ze ook niet zo in. Okay. Nou, zo'n hele voorbeeld is een van de dingen die je doet om je leren te sturen en richting te geven, is doelen stellen. Ja. En met de doelen bezig zijn. Maar dat is al eentje die gewoon wat niet bijna gebeurt in dit soort simulaties. Ze komen binnen en willen gewoon graag gaan doen. Maar het is wel belangrijk. Doelen worden misschien opgelegd ook door de docent of de situatie. Maar dat betekent niet dat als de doelen worden opgelegd dat je niet mag kan zelf sturen of zelf reguleren. Ja. Je kan nog wel bepaalde dingen die jij belangrijk vindt nog wel meenemen of leren in zo'n dagen dat je bezig bent. Ja. En daar kan een docent ook echt wel op inspelen. Maar daar zijn deze leeromgevingen nog de docenten die ik heb gezien en de studenten die hiermee bezig zijn, zijn daar dus nog niet echt bewust en actief mee bezig. Oké, en is dit ook een onderwerp waarvan je zegt, eigenlijk moet nog nader uitgezocht worden hoe je dat nou wel doet, want het is wel belangrijk dat dat gebeurt? Nou nee, er zijn best wel wat richtlijnen, hoe je dus in bijvoorbeeld Zimmerman, dat is een meneer die heeft best wel veel concrete handleidingen of indicatoren en dingen die een docent kan doen en wat een student doet om zelf te sturen en zelf te reguleren. Ja. En daar zijn er best wel veel om dat in leeromgevingen aan zich te doen. En ook over langere tijd. Dat krijg je ook bij de onderwijs uit ontwerpen. Bijvoorbeeld 4CID-model. Maar ik denk dat in het beroepsonderwijs en dit soort leeromgevingen, dat daar nog wel meer grip op gekregen moet worden, hoe dat dus in authentieke leeromgevingen gebeurt. Omdat je dus met heel veel factoren te maken hebt. Ja. Dus ik denk dat er nog wel, ik wil daar nog natuurlijk meer over te weten. Natuurlijk meer over te weten komen. Van wat is nou de balans? Van wanneer moet ik nou loslaten? Of zelfs, en wanneer moet ik nou zelf heel veel instructie en input geven? Want wat dus hier als docent in dit soort leeromgeving aan de hand is, dat jij heel veel weet. Je bent enthousiast over het onderwerp. En je wil dus ook wel heel veel kennis en enthousiasme overbrengen op die studenten. Maar ze moeten ook zelf dus met zijn eigen dingen komen. Dus daar moet je dus een balans in zoeken. Dus ik denk dat daar wel nog wel interessante dingen uit kunnen komen, als ik daar nog meer over te weten. Ja, onderzoek doen of zo. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie slot van dit interview. Ja. Ik vind het heel leuk dat je ook hebt laten zien dat dit eigenlijk nog, dat we midden nog eigenlijk in het onderzoek staan. Dat er nog heel veel, dat we al veel weten, maar dat er ook nog veel kennis is die we nog moeten krijgen en opdoen. Ja. En daar wens ik je veel succes mee. Ja, dankjewel. Ja.